Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze Haarlemse Explainer. Speciaal voor jou hebben wij een reeks gemaakt waarin we jou de belangrijkste onderwerpen gaan uitleggen van de beruchte Nota Parkeerregulering, waar op 6 maart 2024 een referendum over gehouden wordt. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over Canadees parkeren, de kosten voor jou en je bezoek en wat wil de gemeente nou eigenlijk? Kijken dus. Het waterbed-effect. De schot Neil Arnold, en zijn naam mag je van mij ook gelijk weer vergeten, vond in 1832 het waterbed uit. Nou, deze was bedoeld voor zieke mensen die lang in bed moesten liggen en daardoor doorlichtplekken kregen. Het was natuurlijk niet bedoeld voor een parkeerdiscussie, maar daarin gebruiken we het voor nu even wel. Waarom doen we dat? Nou, dat komt omdat het echt onwijs goed illustreert dat het water niet uit het bed verdwijnt wanneer je er druk op legt door er bijvoorbeeld op te gaan liggen maar juist verplaatst naar de omliggende gebieden in het bed. Nu moet je even Haarlem als een groot waterbed zien en de geparkeerde auto's als het water. Het lichaam wat er op gaat liggen bestaat uit parkeervergunningen. Nu er in meer wijken parkeervergunningen komen, blijft er een laag water of in dit geval auto's liggen en een deel verplaatst naar de omliggende plekken, bijvoorbeeld de wijk ernaast. Hierdoor komen er opeens veel meer geparkeerde auto's te staan. De gemeente geeft aan dat hierdoor in sommige wijken de parkeerdruk juist omhoog kan gaan. Speciaal noemen ze het tezane kwartier, waar de parkeerdruk nu 80% is. Deze wijk komt dus niet in aanmerking voor betaald parkeren, maar de wijken die er omheen liggen wel. Hierdoor kan de parkeerdruk in het tezane kwartier stijgen. De gemeente houdt dit in de gaten en blijft de parkeerdruk door de gehele stad om de twee jaar meten. Ze geven wel aan dat ze tot 2026 geen extra wijken gaan aanwijzen voor betaald parkeren. En vond je dit nou een leuke video of wil je meer van deze Haarlemse explainers? Laat het even weten in de reacties hieronder of doe een duimpje omhoog. Misschien tot de volgende. Doei! Staat mijn parkeermeter trouwens niet, loopt die nog niet nog.